Beste kijkers, welkom bij mijn videocoaching van 14 maart. En we gaan meteen kijken naar de AIX dagkaart en daar kunnen we kort over zijn. Nauwelijks tot geen wijziging in het charttechnische beeld. De tweede zwarte candle op rij, swingteller een tandje lager naar min 2. Maar om nou te zeggen van joh, wat een substantiële daling, daar is ook geen sprake van. RSI vlak in het veld en de DBS met zijn tweede gele staaf. Maar wel met een stip, dus dat betekent officieel de exit long coaching overweging. Oftewel een lichte milde correctie binnen de uptrend. Iets ruimer gedefinieerd, nog steeds zijwaarts tussen rood en groen, daar hebben we het eerder over gehad. En dat betekent dat er nog steeds ruimte is richting de groene streep op 8,43, dan wel ruimte richting de rode streep op 8,72. En we moeten rustig afwachten wat de spelers voor ons verder in petto hebben. Zolang de koers tussen die twee grenzen blijft bewegen, kunnen we niet spreken van een significante beweging, eerder een zijwaartse en een trading range-achtige configuratie. En het mogen duidelijk zijn, bij een uitbraak boven of onder de genoemde strepen, dan krijgen we een nieuwe significante beweging. Tot die tijd eventjes tevreden zijn met kleine stapjes omhoog en omlaag. En dat betekent dat de ingenomen posities niet echt groot moeten zijn en dat die ook strak bewaakt moeten worden. Eens kijken of de DAX veel anders is. Vandaag een heel klein minnetje en ook hier een tweede pauzedag op rij. Geen wijziging in de indicatoren, nog steeds alles netjes in de plus. Kijk vooral naar de DBS die al geruime tijd in het groen staat. Dus hier is de kans iets groter dat de bulls weer aan zet komen. Was vandaag het geval, maar de kleur van de candle was niet de juiste om weer een coachingstip tevoorschijn te krijgen op de DBS. Morgen kan het wel het geval zijn, mits er een witte candle verschijnt. En dat betekent dat heel voorzichtig toch weer wat koopposities overwogen kunnen worden. Hier iets meer trendmatigheid ten opzichte van de AIX, om de dood eenvoudige reden dat hier een matig proces van hogere toppen, hogere bodems gaande is en niet zoals bij de AIX een meer trading range-achtige configuratie. Dus de DAX bulls staan er beter voor dan de AIX bulls. En dan als derde grafiek neem ik u mee naar ING. Heb ik vandaag eerder bij stilgestaan en bij ING wil ik toch gaan spreken over vorming van een top als opmaat voor een correctiebeweging, een rondje winstnemingen. En hoe komt dat? Omdat gisteren swing plus 9 is neergezet met een kleine zwarte candle. Vandaag wordt daar opnieuw een kleine zwarte candle aan toegevoegd op een fractioneel lager niveau. Maar wel zodanig dat de RSI met een OB downcross dreigt. Althans niet dreigt, hij zet hem ook neer. En die combinatie, die zwarte candle met de OB downcross, dat mag een van de redenen zijn om een exit long coaching stip te zien verschijnen op de DBS indicator. Anders gezegd, een rondje winstnemingen, even afkoelen naar de Fibo-grid op 13,55 tot 13+. Daar ergens in die buurt weer een nieuwe hogere bodem. Dat geeft dan vanzelf weer nieuwe koopkansen. Dus voor nu een rondje winstnemingen bij ING. Ik wens u een prettige avond.